Hoi, ik ben Ilona en het is vandaag woensdag 19 juli 2023. En ik wilde heel even kort terugkomen op mijn video gisteren waarin ik vroeg hoe zit dat nu met die naam Bellert? Waarom werd die naam rood omringd, zeg maar, bij degene die het artikel had geschreven? En toen ik naar de posting ging van een bepaald letter van het alfabet, kon ik dat dus niet vinden en stond de naam gewoon heel normaal zoals andere dingen die beschreven staan in de posting. Nu blijkt dus, en hebben meerdere mensen in reacties laten weten, dus heel erg bedankt daarvoor, dat als je zoekt op een bepaalde term of naam in die postings, dat dat dus belicht wordt. Dus als je zoekt op Bellert, wordt die naam dus rood, zeg maar, dat je het ziet staan. Zo van, hey, jij zocht toch op die term? Nou, hier staat hij. Dus vandaar. In de originele posting wordt die naam dus niet benadrukt. Dat wilde ik nog even meegeven. Weer wat geleerd, dus heel erg bedankt voor iedereen die daarover een reactie onder mijn video zeg maar had achtergelaten. In deze video wil ik kijken naar het Kikker logo. Ik heb heel veel berichten gekregen van mensen. En voornamelijk ook berichten in het Duits. Nou, mijn Duits is sehr schlecht, dus ik hoop dat ik het een beetje begrepen heb. Maar het zou dus gaan dat er steken in de voeding zou zitten waar ze dan dus dat kikkerlogo aan toegevoegd hebben. Vind ik wel heel interessant dat ze dat helemaal gaan eigenlijk laten zien. Zo van ja, hier zitten die steken in hoor, dat jullie het weten. Zeker met het logo, dan benadruk je het alleen maar. Maar ik wilde er gewoon even naar gaan kijken. Dat logo is dus van de Rainforest Alliance. En dat is best wel interessant. Ik wilde trouwens nog heel even kort uitleggen. Ik weet niet of dat mogelijk is die echte steek in de voeding te doen. Als dat zo was, dan hadden ze dat namelijk al lang al gedaan. En dan had dat hele gedoe van de afgelopen 3 jaar helemaal niet nodig geweest. Dus ik betwijfel dat een beetje. En dan heb ik het echt over de boodschapper. De echte boosdoener. Natuurlijk zit er nog meer in de steek dan alleen maar de boodschapper. Het zou me niets verbazen als er ook chips in zitten. En het schijnt ook dat mensen nu iets uitstralen. Dat je ze met Bluetooth, dat je dat op kan vangen. En kan zien dat iemand een bepaalde code opeens toegevoegd heeft. Het is allemaal mogelijk. Past ook bij het transhumanistische, de agenda die ze willen uitrollen. Dus het verbaast me helemaal niet. Uiteindelijk willen ze ook dat de mensheid gaat samenvoegen met technologie. Zodat ze volledige controle over ons krijgen. Want ze willen onze energie. Dus heel erg vergelijkbaar met het eerste film van The Matrix. Zo kun je het een beetje vergelijken. Ik zie het meer als een soort Borg wat je in de Star Trek had. Dat je eigenlijk wordt gekoppeld aan, aan een soort hive mind. Aan waar je dus allemaal met elkaar verbonden bent. En dan wordt gewoon voor jou bepaald wat je wil, hoe je je voelt, wat je denkt, wat je gaat doen. En zij kunnen dan op die manier onze energie onderscheppen en gaan gebruiken. Want dat is eigenlijk wat ze willen. Want zelf kunnen ze dat dus niet. Want ze hebben zich eigenlijk afgesloten van de bron van God. En krijgen dus eigenlijk geen energie meer op die manier. Probleem is alleen, en dat heb ik al vaker gezegd, dat als mensen gekoppeld worden aan de technologie, op een gegeven moment zijn wij dan ook afgesloten van de bron. Dus ja, krijg je ook geen energie meer. Dus uiteindelijk is hun plan gewoon gedoemd om volledig te mislukken. Maar dit is ook een death cult, zoals ze dat noemen. En het is eigenlijk ook op volledige vernietiging gericht. Dus uiteindelijk vernietigt het zichzelf weer. En dan zullen ze weer naar een andere groep moeten gaan kijken om hun energie te gaan leveren. Hun batterijen, zeg maar. Maar goed, dit staat er even los van. Ik heb zelf het gevoel dat en ik zag ook in een artikel, maar zoals ik zeg, mijn Duits is niet goed, dat het waarschijnlijk gaat om een eiwit van de steek. En dat is natuurlijk het bijproduct van die boodschapper. Die boodschapper wordt in je lichaam gebracht. Daardoor ga je allerlei eiwitten ontwikkelen, krijg je bloedklonters. Nou ja, je kan een soort superziekte krijgen, hè, dat dan ook in één keer gelijk uitgezaaid is. Allerlei klachten valt daaronder. Het ligt er net aan wat jouw zwakste plek is in je immuunsysteem. En dat hoopt natuurlijk, daar hopen die eiwitten zich allemaal op. En dat blijft maar doorgaan. En die eiwitten zijn ook wat het shedding veroorzaakt. Dus als je bijvoorbeeld last hebt van als je met mensen omgaat die dus gestoken zijn, dan komt dat dus via die eiwitten die ze eigenlijk naar buiten brengen of die naar buiten komt. Je hoeft er dus geen last van te hebben als je energie hoog is. Als je immuunsysteem gewoon heel goed is. Maar het kan dus op een moment dat je misschien wat ondersteuning nodig hebt. Dus is het geval dat je merkt dat je je fysiek gewoon slechter voelt.
Als je in de buurt bent van mensen die gestoken zijn, dan kun je jezelf ondersteunen met bepaalde supplementen. Kun je gewoon opzoeken. Gebruik dan de officiële naam van steek, schade en supplementen. Als je dat intypt, dan kom je al op allerlei sites terecht die je daarbij kunnen ondersteunen met supplementen. Als dat nodig is. Als jij je goed voelt en je hebt nergens last van, dan is dat natuurlijk niet nodig. Maar dat zijn die eiwitten. Dat is niet de boodschapper. En dat is eigenlijk ook, die eiwitten gaan vanzelf weer uit jouw lichaam. Dat had ik natuurlijk vorig jaar ook met mijn gordelroos. Dat voor mijn gevoel had dat echt met shedding te maken. En natuurlijk omdat ik emotioneel was. Hè. Mijn oom was net overleden. Dat was voor mij ook best even een pittige tijd. Dus vandaar dat het op die manier naar buiten kwam. En ik ben daar toen door advies van iemand heel snel weer doorheen gegaan. En ondersteund en dat met supplementen. Dus dat werkt prima. Dus daar hoef je eigenlijk met shedding ook, dan krijg je niet de boodschappen. Die boodschappen kan niet zomaar overgeheveld worden. Maar je kan wel last krijgen van de eiwitten. Heel belangrijk. Ik weet dus niet hoe het zit als je intiem bent met iemand die de steek heeft gehad. En dan ook werkelijk de slechtere steek. Ik weet niet precies hoe dat zit. Volgens mij op een gegeven moment gaat dat ook vanuit, hè, die zaadcellen. Maar net als met moedermelk, op een gegeven moment verlaat dat ook het lichaam. Maar kijk gewoon hoe je je voelt. En of het goed voelt voor jou. Dat is het belangrijkste. Als het goed voelt voor jou om intiem te zijn. Misschien heeft je partner wel de steken gehad of niet. Kijk even hoe je je voelt. En ik weet dus niet hoe dat zit met die boodschappen. Volgens mij blijft het in het bloed of in de cellen voor in ieder geval 48 uur. Als iemand net de steken heeft gehad. Dus hou dan eigenlijk sowieso even afstand als je iemand hebt die continu de steken aan het halen is. Dat is niet zo handig. Maar goed. Kijk daarin gewoon wat voor jou resoneert en wat goed voelt voor jou. Dit even los, dit wilde ik nog even toevoegen. De Rainforest logo. Nou, er zijn verschillende dingen over te vinden. Het is natuurlijk, gaat het dus om de werkomstandigheden. Het gaat om, hè, dat wordt dan heel mooi naar buiten gebracht. Maar de Rainforest Alliance staat wel gewoon op het World Economic Forum. Hoor. Het is een partner van de World Economic Forum. Dus dat zegt je eigenlijk al gelijk hoe de organisatie in elkaar zit. De connectie met Bill Gates wordt natuurlijk gemaakt. En wat ik kon vinden, en dat was het enige, maar dat wil niet zeggen dat er niet meer geld die kant op gegaan is. Dat er in november 2007 rond de 5 miljoen dollar gegaan is vanuit de Gates Foundation voor de Rainforest Alliance. Ze brengen het dus alsof ze zich zorgen maken om de omstandigheden van de werkers. En dat dus het product duurzaam geproduceerd is. Nou, ik heb een artikel kunnen vinden uit 2016 van revealnews.org. Dat uit een onderzoek is gebleken in 2015 door de BBC. Dat er helemaal niet goed gezorgd wordt voor de werkers. En dat er zeer waarschijnlijk gewoon bewijs is gevonden dat er kinderen werken op die plantages. Dus dit zegt helemaal niets, die certificering. Helemaal niets. Daarnaast Rainforest is in 2017 samengegaan met UTZ. Dat was ook een certificering of een kenmerk. En dat was eigenlijk wel heel bijzonder om te lezen. Dat is eigenlijk vooral gepromoot door Solidaridad. Die zijn ook het initiatief genomen van UTZ. Dus daar hebben ze ook een heel grote rol in gespeeld. En Solidaridad, dat vond ik ook wel interessant, is een Nederlands bedrijf, tenminste in Nederland opgericht in 1969. En ze zijn in 1988 begonnen met de Max Havela koffie. En ze zijn ook die Fair Trade beweging begonnen. En zij staan natuurlijk ook als partner van de World Economic Forum. Dus dan moet je je toch eventjes achter je oren gaan krabben. Hoe dat zit met die Max Havela koffie en die Fair Trade beweging? Zou ik in ieder geval doen. Maar die UTZ, wat ook nog op die Wikipedia-pagina staat, en dat wat ik zelf wel erg interessant vond aan het einde, dat er heel veel kritiek is geweest ook op, net als bij de Rainforest Alliance, dat de dingen helemaal niet kloppen. Dat er helemaal niet minimale, weet je wel, loon worden betaald aan de werknemers. En er werd toen ook al gezegd door iemand dat ze geen problemen zouden hebben met genetisch gemodificeerde koffieplanten. Dat maakt ze daar niet uit. Dus blijkbaar vinden ze dat heel duurzaam. En ook hadden ze geen problemen met de chemisch, zeg maar, het kunstmest.
Er is ook helemaal geen problemen mee. Als ze maar aan een bepaalde hoeveelheid werd gehouden. Dus dat zegt eigenlijk al genoeg hoe ze er recht in staan. Ik kwam ook een artikel, dat vond ik ook wel bijzonder, tegen van het kikkerlogo. Betekent niet dat een voedingsmiddel insecten bevat. En dat is natuurlijk weer van een fact-checker van de KNAK. Ik neem aan dat je dat zo uitspreekt. Die is van 5 juli 2023. En dat wordt natuurlijk al die theorieën weer even flink onderuit geschopt. Dat stelt dat het Wereld Economisch Forum een elitaire internationale netwerkorganisatie is en mensen zou willen verplichten om insecten te eten. Dus het wordt een beetje belachelijk gemaakt, maar wij weten natuurlijk wel dat Klausie wil dat de Easy Bugs. Dus die willen natuurlijk ook dat we aan de insecten gaan. En het is helemaal niet raar dat dat samenvalt met Bill Gates. Want Bill Gates heeft heel veel met... Ik zal even kijken of ik wat zo kan vinden. Hij heeft dan... Dit is ook weer van een fact-check van Newsweek. Hij heeft dan misschien niet gezegd dat je dan als je crickets, weet je wel, als je sprinkhanen eet, dat je dan gezond zal blijven. Maar hij heeft wel heel veel geld overgemaakt 2021 aan Insectipro Limited. Dit is dus om te kijken of er op een duurzame manier insectenproductie kan plaatsvinden van voeding. Hij wil natuurlijk ook dat we aan het nepvlees gaan. En hij is al heel lang bezig met het promoten van natuurlijk allerlei insecten. En hij zal natuurlijk ook wel zorgen dat dat dan op een bepaalde manier naar buiten wordt gebracht. Ik wilde nog even herinneren aan het feit dat meneer Bill Gates ook 600 miljoen euro blijkbaar heeft overgemaakt aan het Nederlandse online supermarkt Picnic. Dit is een artikel van nu.nl van 16 september 2021. De financieringsronde wordt geleid door het investeringsfonds van Bill Gates. Dus die hebben er flink wat geld in gepompt, Picnic. Er waren ook een aantal bedrijven in brand gevlogen. Dat is ook wel heel interessant. En daarnaast, dat is ook wel leuk om te weten van Picnic, dat een mede-initiatiefnemer van Picnic Online was Okke van der Wal. En hij was eigenaar van Boni Supermarkten en hij is nu overleden. En natuurlijk is die aandelen blijven natuurlijk in de familie. En wie is er familie? Piet van der Wal, zijn zoon. En die is getrouwd met Christiane van der Wal. Jawel, minister Natuur en Stikstof. Dus ja, die willen natuurlijk, ik kan me nu helemaal voorstellen dat ze uiteraard willen dat al die boeren weggaan. Want dan gaat Picnic natuurlijk steeds groter worden. Dan kunnen ze allemaal insecten en zo allemaal via die voeding naar buiten brengen. Dus het is al bekend, maar ik wilde dat nog even benadrukken. De link met Christiane van de Wal. In ieder geval, ik zal het heel even kijken of ik dit een beetje kan stroomlijnen. Dus Solidaridad en Rainforest Alliance zijn allemaal met het World Economic Forum verbonden. Bill Gates is natuurlijk ook mee verbonden. Ik ga even kijken hoe dat nu zit met wat er nu echt in die voeding zit. Of het nu echt zo ernstig is als er wordt gezegd. Kikkerlogo, de energie. We hebben de 7 van pentakels. We hebben pentakels 5 als centrale kaart. We hebben de koningin van bekers in het verleden. We hebben de dwaas onder pentakels 5. Voor de toekomst hebben we staven 2 en bekers 8. En ik kijk ook de hele tijd naar de magier. Dus die pak ik er ook even bij. Ik denk dat dit gewoon gaat om ons in onze eigen kracht te zetten. Want laten we eerlijk zijn. Ik heb niet het gevoel dat er echt die boodschapper in die voeding zit. Zoals ik aangegeven heb, dat krijg je er niet zomaar in. Dat heeft met bepaalde temperaturen te maken. Dat moet goed verhandeld worden. Ik kan me niet voorstellen dat in granola opeens dat zomaar toegevoegd kan worden. De eiwitten kunnen misschien eigenlijk wel toegevoegd worden. Insecten kunnen toegevoegd worden. En laten we eerlijk zijn, er wordt al jarenlang met ons voedsel gerommeld. Ik denk dat dit een kans is dat mensen ook bewust worden dat we ook naar onze voeding gaan kijken.
Waarmee voed jij jezelf? De magie gaat erover dat we het zelf in handen gaan nemen. En dat we ook gaan kijken van ja, ik heb niet het gevoel dat die logo hele ernstige dingen erin zitten. Maar in die zin dan zoals die boodschap van de steken. Maar ik denk dat er sowieso altijd mee gerommeld wordt. Want ik zag dus dat het op pakjes koekjes zaten en op chocola en op koffie. Je weet gewoon niet wat daar allemaal al mee gebeurd is. Dus als je koffie haalt, kijk dan even waar je het vandaan haalt, bij welk bedrijf. Voel het ook aan. Je kunt natuurlijk met je eigen gedachtenkracht ook een heleboel reinigen. Dus ik zou er niet al te angstig over worden. Maar dit gaat er wel om dat mensen bewust worden van hun voeding. Zeker met koekjes en chocola en producten voor kinderen. Er is zoveel mee gerommeld. Het bestaat voornamelijk uit allerlei kleurstoffen en allerlei onuitspreekbare ingrediënten. En dit is dus echt weer dat we teruggaan naar de natuur. We gaan hier ook van weg. We gaan weg vanuit al die troep eigenlijk. Het merendeel in de supermarkt is gewoon troep. Het is gewoon eigenlijk niet eens voeding. Dus het gaat erom dat er wel geduld nodig is. Mensen voelen zich ook in de kou gezet. Ik denk dat het een heel goed idee is om die kikkerlogo sowieso gewoon te vermijden. Als dat beter voor je voelt. Als je er helemaal geen problemen mee hebt. En zoals ik al zeg, je kunt zelf eigenlijk al producten neutraliseren. In die zin gewoon met je eigen gedachtenkracht. Van hé, ik reinig dit. Maar let ook wel even op wat je sowieso eet. Want het is ook belangrijk. We zijn ook jarenlang in de kou gezet. Een heleboel dingen zijn gewoon overgeproduceerd. Het zijn gewoon geen voeding meer. Dus kijk ook naar wat je eet. Kijk of je lokaal dingen kunt halen. Kijk ook of het met groenten. En er wordt natuurlijk daar ook heel veel mee gerommeld. Genetische manipulatie met groenten. Op allerlei vlakken wordt er mee gerommeld. Dus er is nog wat geduld. Maar mensen voelen zich in de kou zetten. Die zullen wel op een andere manier ook meer naar hun voeding gaan kijken. En gewoon veel meer lokaal bij de boer halen. Kijk gewoon de mogelijkheden. Dit geeft een hele nieuwe, andere kijk op voeding. Als je gewoon ziet hoeveel mensen gewoon klakkeloos van alles in hun karretje gooien. En ik moet zeggen, dat heb ik ook natuurlijk. Hè. Ik heb al aangegeven. Ik heb natuurlijk mijn eetbuien gaan gelukkig steeds beter. Maar als ik een eetbui heb, dan grijp ik niet naar de broccoli of zo. Of dan ga ik niet naar die gezonde producten. Dat is niet wat ik dan op dat moment naar snap. Dus ik ben niet degene om te gaan zeggen dit of wel of dat wel gaan eten. Maar het is wel belangrijk dat we daar steeds beter naar gaan kijken. Dat merk ik ook als ik gewoon betere voeding tot mezelf neem. Dan voelt mijn lichaam gewoon beter en dan voel ik me sowieso beter. En ik denk dat we heel erg die link tussen voeding en onze gezondheid, dat we dat nu echt meer gaan benadrukken. En dat we ook meer terug naar de natuur gaan. In die zin dat we gewoon gaan kijken hoe we in harmonie aan onze voeding kunnen komen. En daar zijn boeren heel belangrijk bij. Dus die wil je niet weg hebben, Christian. Hè? Ik weet wel dat je natuurlijk wil dat picknick de lucht inschiet. Met jouw man en zijn aandelen daarin. Maar dat is niet de bedoeling uiteindelijk. We gaan hier van weg. Het gaat er ook om dat mensen leren keuzes te maken. Keuzes voor zichzelf en niet meer naar allerlei logo's gaan kijken, allerlei stoplicht, weet ik veel wat, op producten en allerlei vanuit het voedingscentrum. Dat is allemaal gesponsord vanuit die gigantisch grote organisaties, zoals bijvoorbeeld een Bill Gates Foundation, hoewel ik niet weet of die nou voedingscentrum sponsort, maar dat zou me helemaal niet verbazen als er allerlei lijnen zitten. Maar je hebt een heleboel van die organisaties en daar zitten een heleboel belangen bij en die willen gewoon agenda's uit gaan rollen. En dat doen ze dus onder andere door het voedingscentrum, door ook allerlei informatie naar buiten te brengen. Want laten we eerlijk zijn, het is zo, de voeding die je neemt zegt alles over je gezondheid. Je bent wat je eet. Dus kijk ook eens goed naar wat je eet. En ik denk dat mensen dat mogen leren om nu eens echt weer terug te gaan kijken. Ja, maar wat eet ik nu eigenlijk? Waar focus ik me op? Wat neem ik tot me? Wat voelt echt goed voor mij? En dat is gewoon heel belangrijk. Dus dit zorgt eigenlijk alleen maar weer voor bewustwording. En dat we al die logo's niet meer moeten gaan volgen. Maar gewoon naar ons boerenverstand moeten gaan luisteren. Wat voelt goed voor ons? Wat hangt er aan de boom? Wat kunnen we vanaf het land krijgen? Hè? Dat soort dingen. Vlees, vis. Kijk even waar je dat wil halen. Maar ga dat gewoon bij leverancier doen. Halen die goed voelen. En niet meer vanuit allerlei supermarkten. Als dat natuurlijk mogelijk is. Ligt ook aan je budget. Maar er zijn heel veel mogelijkheden als je daar echt gericht naar gaat kijken. Dus dat wilde ik eigenlijk even meegeven. Ik heb zelf niet het gevoel dat in ieder geval niet de steek zelf in die producten zitten. Volgens mij is dat gewoon helemaal niet mogelijk. Maar dat is hoe ik het voel.
Kijk dus of je die producten zou willen gebruiken of niet. Want ga er wel vanuit dat er heel veel gerommeld is met die producten. Zelfs al zou de biologische granola staan. Kijk ook even in de ingrediënten of alles te lezen is. En de vraag is ook maar of dat ook allemaal gaat kloppen of kan kloppen. Je kunt het volgens mij ook zelf maken. Dus we mogen meer naar dat we zelf dingen in handen gaan nemen. We laten dus dit hele corrupte systeem achter ons. Hier wilde ik het graag bij laten. Hopelijk tot de volgende video. Dag.